Welkom in het culturele hart van Kuik, want zo moeten we de schouwburg tegenwoordig noemen. En fijn dat we weer samen mogen komen en dat het allemaal weer kan. We zijn de crisis, althans die crisis, zijn we voorbij. En we zijn terechtgekomen in een andere crisis. En misschien hebt u er zelf, net als ik, een beetje moeite mee gehad. Goh, past dat feestje nou wel? Maar ja, zeggen we dan, het leven gaat door. Maar u weet wellicht dat de Schouwburg dit weekend een actie houdt voor de slachtoffers. En dat doen ze door voor de betalende gasten een bedrag te storten op rekening 555. Bijzonder welkom aan waarnemende burgemeester Hildenberg, de andere ex-burgemeester die willen komen. Er is nog een ex-burgemeester in Asseldonk. Er zijn wat wethouders. Wij dachten eerst de wethouders en burgemeesters die gaan hier een reunie houden. Fijn dat wij erbij mogen zijn, maar dat is toch niet zo. Maar goed, u bent in ieder geval van harte welkom. En welkom uiteraard de schrijvers aan het boekje. Deze ontmoetingsavond voor taalliefhebbers en voor schrijvers is een van de initiatieven van De Kneep. En die hebben we natuurlijk gedurende het jaar, hebben we dat soort activiteiten. En die zijn uiteindelijk uitgemond in een boekje. Maar belangrijk voor vanavond is ook de ontmoeting tussen u als schrijver. En als u als schrijver een uitgever zoekt, nou die is hier. Geurt Fransen, hartelijk dank dat je onze uitgever wilde zijn. En als u als schrijver een uitgever zoekt, daar zit hij. Het jaar 2021 stond in het land van Kuik in het teken van afscheid. Afscheid van de 5 gemeentes die op 1 januari zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Kuik. En wij wilden daar als Kneepplatform voor schrijvers uit de regio toch bij stilstaan. En we hebben schrijvers gevraagd en ook burgers. Nou, wat betekent dat voor jullie? En het resultaat is... Laat ik het even zien. Dit boekje. Een bloemlezing van verhalen en gedichten, aangevuld met een estafetteverhaal waarin de 5 burgemeesters van de inmiddels opgeheven gemeentes ieder een stuk schreven en het stokje aan elkaar doorgaan. De wethouders van cultuur die stortten zich op het maken van haikus. Het is een incompleet boekje. En ik zeg het eigenlijk een beetje met een beetje schaamte op mijn lippen. Waar? Er is namelijk in het productieproces van dit boekje iets misgegaan. Een aantal verhalen, en om het concreet te zeggen, 5 verhalen zijn niet in het boekje opgenomen. Een omissie, en ik gebruik uitdrukkelijk dat woord, want een omissie is een weglating en het is ook iets waar je je schuldig over moet voelen. Wij voelen ons als uitgever, als redactie en als opdrachtgeverstichting De Kneep daarover zeer schuldig. Wij hebben iets laten passeren wat niet had mogen passeren. En daarvoor bidden we met name de schrijvers, maar ook de toekomstige lezers, oprecht onze excuses aan. We gaan het goed maken. We hebben vandaag besloten dat we al die 5 verhalen alsnog zullen uitgeven in een appendix bij dit boekje. En het boekje heeft de titel gekregen Zwaaien bij vaarwel, naar een gedicht van Peter van Straten. En Peter is hier, moet ik even kijken waar hij nu zit. En Peter, zou jij jouw zwaaien aan ons willen voordragen? Wij zwaaien naar bekenden, wij zwaaien naar wie niet. Wij zwaaien als we blij zijn, wij zwaaien bij verdriet. We zwaaien als begroeting, wij zwaaien bij vaarwel. Wij zwaaien naar de hemelpoort, we zwaaien naar de hel. Wij zwaaien naar kastelen, wij zwaaien naar de kerk. Wij zwaaien in de vrije tijd, wij zwaaien op het werk. Wij zwaaien naar het water, wij zwaaien naar het groen, wij zwaaien naar geschiedenis. Wij zwaaien net als toen. Wij zwaaien Juliana, wij zwaaien naar de bal. Wij zwaaien naar de germen, wij zwaaien carnaval. Wij zwaaien naar het samengaan, wij zwaaien goede wil. Wij zwaaien naar het land van Kijk, wij zwaaien, wij zijn mil. Ja. Hij kriekt er ook genuikte van, dat is waarom Piet niet vrij te van mijn leven. Ik kan het niet meer leven. Want dan kan ik niet meer gaan, ik sta wat ik wil. Nooit eens geprobeerd, maar dan liever gaan verkeerd. Ja, Piet. Piet gelijk. Ja, Piet. Piet gelijk. Ik heb niet veel nodig, ik zet hier, ik kan je wel rijden. Ik wil niemand op laat zien. Nog niet zoals ik ben, ik ga je liever, verlieven alleen, ja nooit wie maar alleen. Ja Piet, Piet gelijk. Ja Piet, Piet gelijk. Ja, laat me maar mee. Ik ben van wie gehouden. Ja, laat me maar mee. Ik ben van wie gehouden. Hey jongens. Vijf door het lot samengebrachte mensen gingen op zoek naar verborgen goud. Floris de Zwarte nam 4 dorpsgenoten mee door het woud. Hij leek de weg te weten, maar de vondst van een aanwijzing. Ze gingen naar plaatsen waar ze nog nooit waren geweest, hoorden verhalen en leerden over de geschiedenis van hun rijk. Ze reden van aanwijzing naar aanwijzing, waren op zoek en kwamen steeds iets dichterbij. Ze hoorden dingen over hun eigen toekomst en zou dat ook waar zijn? Zouden ze vinden wat ze zochten? En was dat dan ook eigenlijk wel wat ze verwacht hadden? Of loopt dit avontuur toch heel anders af? Ik vind het heel fijn om het stokje over te geven en daarmee dus echt het allerlaatste deel te horen van ons gezamenlijke schakelverhaal. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Burgemeester, oud-burgemeester van Boxmeer, Grave, Karel van de Soest. Dat zijn dan onze bestuurders. Karel van de Soest was het die het hele gezelschap de lucht in liet gaan. En toen vroegen wij ons af, wat gaat Toon van Assel doen? Oud-burgemeester van Grave. Daarmee doen. Wat hij daarmee deed, dat gaan we nu horen. Gaat u af. Dank je wel. Is het goed verstaanbaar of moet ik hem iets harder zetten? Alsjeblieft. Ja, oké. Zomaar de lucht in gaan. Kan dat dan? Blijkbaar wel dus. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Ze waren doodsbenauwd in het begin en natuurlijk heel bang dat het wonder snel uitgewerkt zou zijn en ze met een harde klap weer op de grond terecht zouden komen, als dat maar goed af zou lopen. Bij het opstijgen was Floris al bijna overboord gesprongen. Ze zitten in een ballon namelijk. Zo dapper was onze held niet meer, nu hij zijn paard niet meer onder zich voelde. Kom op, Floris, niet zo scheiterig, riep Frank. En Rosa en Jasper konden hem nog net tegenhouden, anders zou hij een lelijke val gemaakt hebben, want ze zaten inmiddels alweer behoorlijk hoog. Eenmaal een stukje onderweg keerde de rust terug in het mandje onder de ballon. Het was eigenlijk wel lekker. Rustig dreef het gevaarte over de landerijen en bossen. Ze zagen boeren op het land verbaasd omhoog kijken als hun honden plotseling naar de ballon begonnen te blaffen. Zo nu en dan zagen ze wat boerderijen, een stuk of wat molens, een enkel kasteeltje voorbij komen. Ze zagen nu pas in wat voor een mooi gebied ze eigenlijk opgegroeid waren. In de verte zagen ze plotseling het enige stadje dat in de wijde omtrek te bekennen was. Het lag er, net zoals de rest van de streek, rustig, landelijk en vredig bij. Ze waren er nog nooit geweest, want wat had je nou in de stad te zoeken? Wel verdomme, wat is hier nu aan de hand? Rot daarop met dat kolereling. Dat was het eerste wat ze hoorden toen ze een stuk verderop weer aan de grond stonden. Ze hadden de instructies goed gevolgd. Toen ze door de pentascoop gekeken hadden, waren ze bijna stil blijven hangen en zagen ze in de verte dat stadje liggen. Daar moest de schat natuurlijk liggen. Dat was een duidelijk signaal. Ze trokken aan het touw dat voor de landing bedoeld was en ze gleden langzaam naar beneden. Ze haalden al opgelucht adem, tot ze merkten dat het laatste stukje van de afdaling toch wel heel snel ging. Met een harde klap kwamen ze op de grond terecht. Het mandje waarin ze zaten sloeg om en ze tuimelden eruit. Gelukkig niets gebroken of zo. Met de schrik vrijgekomen. Ze moesten eerst echt even bijkomen van de heftige ervaring die ze net voor het eerst meegemaakt hadden. En toen pas konden ze aandacht besteden aan het gevloek wat ze zojuist gehoord hadden. Donder op met dat gevaarte, hebben jullie me niet gehoord? We moeten jullie hier niet, verdomme. We moeten niks hebben van dat soort nieuwigheden. Zo, dan biedt het erop met je rotzooi. Met een harde klap kwam ons vijftal terug in de werkelijkheid. Wie was dat boze mens dat daar een stukje verderop in de stadspoort tegen hen stond te voeteren? O jee, dat is de gravin van Grave, fluisterde Floris. Hij had al wat meer van deze streek gezien en had de verhalen van de gravin van Grave wel eens gehoord. Daar viel niet mee te spotten, zo ging het verhaal. Volgens mij is zij zo'n beetje de baas hier in de stad, zei Floris. Officieel is dat natuurlijk wel de burgemeester, maar dat schijnt hier echt een watje te zijn. Die wordt door niemand serieus genomen. Als hij maar een paar keer per maand met zijn mooie ambtsketen om door de stad kan wandelen, is hij al lang tevreden. En ondertussen is de gravin gewoon de baas hier. Het vijftal keek haar met ontzag aan. Wat moesten ze doen? Dag mevrouw, begon Rosa voorzichtig. We zijn niets kwaads van zins hoor. We komen met de beste bedoelingen naar deze stad. We zijn op zoek naar een schat van blinkend goud. En die zou volgens onze aanwijzingen hier ergens te vinden zijn. Misschien weet u er wel meer van. Mogen we eens rondkijken in uw stad? Je gaat je gang maar, bromde de gravin. Als je dat lelijke ding maar buiten de stadsmuren laat. En we willen geen gedonder, want dan ga je zo achter de tralies de kerkers in. Dat doen we hier. Daar doen we hier niet moeilijk over. Je bent gewaarschuwd. Door de Hampoort kwamen ze de imposante vesting binnen. Langs het indrukwekkende kasteel van de heren van Kuik liepen ze richting de markt met het raadhuis. Zou de schat daar ergens te vinden zijn? Ze loopt naar de grote kist in de hal, doet de deksel open en tot hun verrassing zien ze dat de hele kist tot aan de bovenrand toegevuld is met blinkende gouden munten. Hier, zegt de gravin, pak maar wat je meenemen kunt, ik heb toch genoeg. En kom vooral nog eens terug. Een liedje de hoop. Een liedje de hoop. Een melodietje. Oh, 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 oh. Ik heb een liedje, oh, 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 hey. Een Oh, 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 oh. Ik heb een nietje liedje. Oh, 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 yeah. Een liedje, oh. Een liedje, oh. Een liedje, oh. Een liedje, oh. Een melodietje. Oké, voor deze keer. Opverlating. Nou, laten we ze horen. De vrouwen Oekraïners. Kom op, dat is wel heerlijk. Lai, 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 la, la, la. Kom op, waar is die kracht? Lai, 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 la, la. Lai, 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 la, la. Kom op mensen, kom op. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la. Dankjewel. Dankjewel, Jos. En hier aan de Maas is nu het grootste moment aangebroken. Dat ik ga het eerste exemplaar officieel overhandigen. En aan wie kan ik dat beter doen dan aan de waarnemend burgemeester van het land van Kuik, burgemeester De Bella. Toen er net gezegd werd, er staan er 5 niet in, toen dacht ik, daar komen we mooi vanaf. Maar het is een, ik ben heel benieuwd, ik wil erin gaan bladeren. En ja, jullie ook, hè? Ja. Het was eigenlijk best een klus hoor, dat estafetteverhaal heb ik het dan nu over. Want ja, spelen met taal doen we wel. Nou ja, met taal zijn we dus bezig vaak en dat was toch leuk, zeg ik even in jouw richting. Het moest ineens even anders. Ik kreeg een beetje het gevoel van een opstel maken. En dat kon soms zuchtend en kreunend natuurlijk. Hè? En dat moest gewoon af, want het moest ingeleverd worden. Zo voelde het ook wel een beetje, want het moest eraf. Die zaterdag was het in Boxmeer, moest het voorgelezen worden. En toen ik het af had, toen kreeg ik te horen dat het eigenlijk veel te lang voor die middag. Maar goed, ja, en we houden spanning erin. Dus we krijgen er nog wat bij, dat maakt hem helemaal uniek. En zwaaien bij van wel, ja, het is mooi dat het de taalmensen heeft geïnspireerd om ook even stil te staan bij, ik zou bijna zeggen, deze administratieve werkelijkheid die verandert. Hè? Want er verandert, als het goed is, als wij het met elkaar goed doen, verandert er in die dorpen niks ten nadelen. We hopen het zelfs een beetje beter te gaan doen. Niks. En de stad natuurlijk. Jazeker. Dat is, en daar zal zeker niks ten nadelen veranderd zijn. Dat heb ik ook gezegd. Oh, en voor de filmtoken. Ja, had ik maar een tekst voor moeten bereiden. Dames en heren. Ik moet wat zeggen. Ja. We hebben nou ja, gemeente Land van Kuik. En ik moest vanmiddag mij aanmelden voor de tweede booster. Ja. En toen kreeg ik een dame aan de lijn en ja, het adres. En toen zei ze, nee, zei ze, het klopt niet met uw gemeente. Ik zei, wat klopt er niet? En toen zei ze, ja, uw naam en de gemeente. En toen zei ze, van, het is gemeente Boxmeer staat. Toen zei ze, maar de computer heeft een fout aan. Ja. Ik zei, dan zitten jullie fout. Ik zei, het is Land van Kuik. Heel goed. Maar dat was nog niet doorgevoerd. Dus. Nee, maar dat hoeft ook niet, want u blijft gewoon in Boxmeer wonen. Nee, maar als je de gemeente invult. vullen, dan... Ja. Maar wat ik aan het zeggen was, geloof ik, is dat het mooi is dat er over die nieuwe werkelijkheid in poëtische zin en in verhalende zin is nagedacht over wat de toekomst gaat brengen. Dus ik ga met heel veel nieuwsgierigheid dit doorbladeren. En ik mag hopen dat we ons allemaal hartstikke fijn thuis blijven voelen in het eigen dorp en in de gemeente Land van Kuik. Dankjewel. Wij gaan langzaam maar zeker naar het einde van deze bijeenkomst, maar niet voordat ik toch nog even aandacht vraag voor een nieuwe activiteit van De Kneep, want De Kneep die blijft actief. Daar zijn ze ook voor in het leven geroepen. Want na dit boekje zijn we begonnen met de kwartaaldichter. Iedere maand roepen wij een dichter uit om in dat kwartaal speciaal gedichten te schrijven of iets te doen. Dat doen we om drie redenen. In de eerste plaats omdat wij vinden dat we toch wel wat meer aandacht mogen besteden aan poëzie. In de tweede plaats doen we dat om de dichters in het Land van Kuik en Maasduinen toch wat meer smoel te geven. En in de derde plaats hopen we eigenlijk anderen ook te stimuleren om wat meer te gaan schrijven. Al is het maar kleine gedachten. En de wethouders hebben laten zien dat iedere man, vrouw een gedichtje schrijven kan. Ik ga u aandacht vragen voor de eerste kwartaaldichter Karin Hildenberg. En zij leest voor iets uit eigen werk. Ja. Dit is een gedicht wat ik al in 2001 geschreven heb. En het heeft met de Maas te maken, dus dat komt helemaal goed uit. Mijn vader was aan het vissen. En raad eens wat hij ving. U zult het niet geloven. Het was een maasmeermin. Ze had blond golvend haar en diepzeeblauwe ogen. Haar staart was donkergroen, versierd met gouden bogen. Haar huid was roze als zalm, haar lippen rood als vuur. De haak in haar mond deed pijn, dus keek ze nogal zuur. Al spoedig kreeg Pa meelij met deze maasmeermin. Hij nam de haak uit haar mond en duwde haar de Maas weer in. Peinzend keek hij haar na en beseffend dat hij helaas niemand iets mocht vertellen over die schoonheid in de Maas. Mijn vader was echt een fervent sportvisser. Ik heb 4 keer meegedaan en toen dacht ik, wat vreselijk zielig voor die beesten. Dus daarna nooit meer. Ook geen handen. Nee, helemaal niks. Goed, Karin, bedankt voor jouw bijdrage en succes nog de rest van het kwartaal. En ik heb begrepen, de volgende kwartaaldichter staat alweer op de nominatie. Voor de rest, hou ons in de gaten. Er komen de komende tijd weer meer profielen. Er zijn weer nieuwe podcasts verschenen. www.dekneep.nl. Allemaal bedankt. Hele prettige avond en wel thuis.